We did great things all together. It's not a time to try to blame and looking for guilties. We have to stay united and now focusing on achieve and keep the second position in the competition. Ja, dat heeft even teleurgesteld zijn, maar ik denk achteraf als we terugzien, denk ik dat we toch fier mogen zijn op het parcours dat we hebben afgelegd. Spijtig dat dat niet vol is. Ja, ja. Helemaal klaar. Allee, gaan ze. Kom. Let's go, come on, boy. Rangers was, especially today, from the first minute, leading the game, and we had to chase them from the first time, from the first minute. Het einde van de eerste helft, als die 1-2 in de ring gooft, die 1-2 van Jordan, is een heel andere wedstrijd, maar we gingen met een heel goed gevoel de kleedkamer in. We wilden allemaal die tweede helft goed starten, maar als je dan al 50 seconden twee duels verliest en die speler kan alleen op goal afgaan, dan schieten wij weer al in de voet en we moeten terug helemaal opnieuw beginnen. Dat we gewoon niet goed genoeg waren over die twee wedstrijden. Dus simpel is het. Ik denk als een team niet goed genoeg verdedigt, ons elke keer zelf in de voet geschoten. En als je dat doet op deze niveau, dan wordt het moeilijk. Ik denk dat we nog voor verder te geraken, dat we nog veel meer moeten leren hoe dat we zo'n wedstrijden moeten aangaan.